wereld in de gaten. De dansdames verdwijnen van de grote schansen. De jetlife wordt aan de kant geschoven. Het moment is daar, mensen. De finale. Are you ready for freestyle motocross? Speciaal voor jullie hier mensen. We hebben Roman Vinnenbeek en William van der Putten. Van de hele Metterus zijn hier helaas speciaal voor jullie, Motors van Vrienden. Nogmaals Vierbeek, de enige Nederlander die hem kan, die wel bekende backflip, die stans er achterover met een crossmotor. Ooit begon Davis Pastrana uit Amerika al mee en won daar meteen de Red Bull X-Fighters. En wij in Nederland hebben er ook een met. Alright. De vallenbakken zijn klaar voor de sprongen die ze gaan laten zien. Hier in Assen. Even alles opwarmen. De motor opwarmen, de knieën. No handed landing by William van der Putten. En dat is als eerste schoenmaas opwarmen. Die handjes los van het stuur en dan neerkomen. Om hem zelf in te komen. Je hebt deze eerste zelf gemaakt in een achtertuin. Hier kunnen we knallen vandaag. Voilà. Hij staat er dus weer zo goed als klaar voor. Nederlands beste freestyle motocross genomen. Wow, cliffhanger! En dan een cliffhanger. Beide heren. Vertical stands. En met de tenen achter de stuurhelften. Van het motor. Zo noemen ze dat in freestyle motocross, de cliffhanger. Oké, laat je onrusten. Willen we meer zien? Vinden we erbij? Dit is freestyle motocross van de hoogste bankmensen.